Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heb je een goede regenjas aan? Ja, dat was wel nodig vandaag, hè? Wat verdorie nou. Het is vrijdag. En we hebben een wind die gedraaid is naar het noorden. En dat is op zich niet zo erg. Ze geven nu windkracht 3. Nou, ik hoop niet dat het net zo loopt als woensdag. Want toen werd het uiteindelijk 5-6. Maar goed, noord is voor ons wat gunstiger. Ja, en gisteravond keek ik naar het weerbericht. We hadden al wat contact gehad van wat doen we vandaag. Ja. En ja, uiteindelijk, eerst was het heel slecht. Toen leek het wat beter, maar toen ik jou belde, of jij mij eigenlijk, toen was het redelijk bijgesteld. Toen was het zo dat we een aantal uren regen, maar er ook af en toe droog en wat minder wind zouden krijgen. Nou, vanmorgen keek ik en een beetje vervelend, want ja, nu is het weer vanaf 8 uur permanent regen en die lijn weet je ook. En ja, zo is het weer natuurlijk, dus je weet het nooit. Maar goed, we proberen in de luwte te vissen, dan ik vind regen niet zo erg. Wind maar wel, als je maar goede kleren hebt. En, ja. En wind, ja, als het van je af is, is het ook niet zo erg. Maar als je in de regen tegen de wind in, dan weet je het zelf, dan spoelt de moed in je schoenen. Maar goed, goede jassen. En goede moed, want we gaan het echt proberen. We gaan het grote water op om te kijken of dat we weer eens een keer zo'n krokodil kunnen vangen. En dan vooral jij, hè? Dat zou ik heel leuk vinden, ja, als dat een keer gebeurt. Zijn. Maar goed, ja, het blijft vissen. Je kan niet meer doen als je streamer bewegen en hopen dat er een bijt. En wat dan bijt? Ja, ik zeg het grote water, grote vis. Maar in mijn laatste sessie van woensdag had ik er ook 2 bij van, ik denk, 60 centimeter. Ja, ik had altijd het idee, zulke vissen die moeten oppassen op zulk water, maar ze zitten er toch. Dus zijn hele dappere dan. Ja. Maar goed, we gaan. Het is nu nog even droog. Het is nu rond 7 uur. Over een uurtje begint het, gaat los. En dan. Dan worden we kletsnat waarschijnlijk. Maar het is niet zo erg als we een hoop vis vangen. We gaan het proberen. Goed doel, hè? Dus. Het is voor een goed doel, zo is het, ja. Maar. Er zijn heel veel mensen die dit voor de baas nog niet voor zeg maar het dubbel salaris zouden willen doen. Ja. Maar wij hebben er lol in, dus ja. We gaan het gewoon proberen. Dus gewoon blijven kijken. Dan ga je het vanzelf weer zien. Nou, het is nu 7:30 en het begint te regenen, dus helaas komen de weersverwachtingen uit. Nou ja, als we een beetje beet krijgen is het allemaal niet zo erg. Maar ik denk wel dat we het laatste droge moment van de dag gehad hebben. Begin in de regen.
Nee, het is geen grote. Maar het is er een. Nou, het regent onophoudelijk. Ik denk dat we nu inmiddels 1,5 uur in de constante regen zitten. En het regent ook niet echt zachtjes, maar het is heel laag hangende bewolking. En ik zie het ook niet meer droog worden vandaag, maar goed, als jij me nat bent, mag ik het niet meer uit. Hè. Zo, Jan, het is 11:30. Vind je het nog leuk? Nou, ik zit te genieten. Heerlijk. Het is werkelijk nog geen 5 seconden droog geweest. En het regent niet een klein beetje, nee, echt met bakken. Ja. En de vis is zelfs aan het schuilen volgens mij, want we krijgen echt geen tikkie. Dus we gaan voor plan B. De zon opzoeken. De zon opzoeken, ja. En dan op boonvis of op tarpon. Dat lijkt me ook wel aardig. Maar nee, zo'n plan B wordt het niet. Het wordt een plan B, andere stek. En misschien kleinere vis, maar misschien nog een visje. Laten we het hopen. We hebben er al moeite genoeg voor gedaan. Weer niet groot. En het regent, en het regent, en het regent. Nou ja. Het zal wel heel de dag zo gaan. Jan. Dove. Jan. Dat is in ieder geval een redelijke. Daar kom ik zo'n beetje mee. Oh jee. De haak vast niet net. Hij zat door zijn bek heen. Oh, nee.
Nou, dat is toch nog een 80er. Ja. 82,5. Voor vandaag ben ik er gewoon super blij mee. Wat zie dat? Hij pakte het eerst een keer. En weer in de start of zo. Dus twee keer eroverheen, niks. De derde keer toch weer wel. Zo, het is zowaar nog droog geworden ook. Nou, het is nu 4:15 zo'n beetje. En het heeft tot 4:15 aan één stuk doorgeregend. En niet een klein beetje, maar echt gegoten. Maar goed, mijn nieuwe waterjas van Airflow heeft de test volledig doorstaan. Geen druppel binnen. En ja, ze zeggen wel eens slecht weer bestaat niet, maar slechte kleding wel. Nou, dat wil ik niet beweren, maar het is wel fijn in ieder geval als je goede kleding hebt. Dus een aanrader. Zo, een bak van de snoepbars.
is. En dan gaan we vandoor. Ik voel hem wel met zijn staart aanspannen. Het is droog. Eindelijk. En net kwam er zelfs heel voorzichtig een beetje zon door. Ja, die is gauw weer verstopt, maar het is in ieder geval een heel stuk lekkerder dan in de regen. Welkom, ja. Nou ja, we hebben toch in ieder geval een hele leuke dag gehad. Weliswaar met de nodige beproevingen, maar het was echt niet normaal. Maar weer een leuke stapel vis. En de kers op de taart natuurlijk, die snoekbaars van net. Ja, dat was wel een hele mooie vis. Ja. Maar goed, alles bij elkaar in de dubbele cijfers. Zie jij ook een paar mooie vissen. En die staan er helaas niet op, want in de regen naar jou toe komen met mijn camera, dat vond ik nou niet zo handig. Dus dat doen we de volgende keer wel weer. Dus we kappen ermee en dan zal het voor jou weer woensdag worden, denk ik. Volgende week woensdag. Volgende week woensdag, ja. Als het weer een beetje beter is dan vandaag. Nou, dat kan bijna niet anders. Ja, dat is waar, ja. Het moet bloedverterend eten worden. Ja. Nou ja, we gaan het vanzelf zien, dus ik zou zeggen gewoon maar weer blijven kijken. Rijd vanzelf weer zien. Precies. Thank you.